Wat we hier zien is gewoon een U17-wedstrijd. Amsterdam tegen Mechelen. Ja, in het kader van dit 50-jarig bestaan van de club hebben ze een toernooi georganiseerd. Elke organisatie die het lukt om 50 jaar te bestaan is natuurlijk heel bijzonder. En met deze sport, dat is, als je bedenkt hoeveel er de genoten is, hoeveel inzet er is geweest van ouders om hun kinderen naartoe te brengen. Bij voetbal heb je bijvoorbeeld dat je veel moet lopen en hier kan je gewoon schaatsen, zeg maar. Want als je schaatsen leuk vindt en je vindt een beetje hockey leuk, is dit natuurlijk heel leuk. Kleine mooie bodycheck, dus gecontroleerd wat je net hoort. Dus dat hoort erbij. Het lawaai is harder dan dat denkt men, oh ja, het is een zware bodycheck. Het veert allemaal mee. Vroeger had je nog niet een plexiglas, wat meer ribblessures, maar hier, het veert mee en men gaat gewoon weer verder. Als je bescherming aan hebt, dan ben je gewoon niet bang om te vallen. Als je valt, voel je er gewoon weinig van.